Landbouwmuseum in Dedemsvaart is weer open. We gaan even binnen in een kijkje nemen. Henk Schuurman, u bent een van de oprichters of oprichter van het Landbouwmuseum in Dedemsvaart, toch? Ja, mijn naam is Henk Schuurhuis. Oh, excuses, Schuurhuis. Ja. Ja, hoe is dat idee ontstaan? Dat zijn we wel even benieuwd naar. Nou, ik heb vanaf mijn... Ik had een landbouwbedrijf, rundveelderij. Ja. En dan zie je op een gegeven moment wat ontwikkelingen. Ja. En wat wil ik dan met oude spul? Met dat oude spul. Ja, u had wat oude spul staan in de schuur. U zei, ik wil daar meer mee doen. Ja. Dan naar de sloop brengen. Ja, en ik had altijd in mijn achterhoofd, door mijn verzameling, dat zeg ik, wil graag een keer een landbouwmuseum oprichten. Ja. Als me dat lukt. Ja, want dat is niet zomaar een dagelijks gedachte, lijkt me. Een landbouwmuseum. Nee, en ik heb ongeveer 25 jaar aan verzamelen geweest. Ja. En toen vond ik in Ommen een locatie die leeg stond, ja, van de gemeente. En daar kon ik, mocht ik tijdelijk in. Oké. Okay. Tot voor een jaar of 4 geleden dat de gemeente zei van, ja, we willen de locatie terug. Okay. Dus ik moest op zoek naar een andere locatie. Mm-hmm. Ik was met iemand bezig in de rente. En toen kwam ik met mijn broer in gesprek die hier vlakbij woont. En die zei, Henk, Albert Kruidhoff wil volgens mij ook zoiets beginnen. Okay. En toen hebben we contact gezocht, Albert Kruidhoff en ik. En we zijn binnen een half uur eruit. Kijk eens aan. En hoe lang is dat geleden waar u nu over praat? Wij zijn nu in maart 2 jaar open. Oké. Okay. En wat staat hier, wat is hier allemaal te zien? Wat voor landbouw? Voor, ik zeg altijd, als het specifiek gaat om het landbouwmuseum. Ja. Dit is gericht op paard en de anderenarbeid. Ja. Dus een oud trekkertje. Een oude landbouwwerktuig met een aftakker, die vind je hier niet. Mm-hmm. Als je naar de machines kijkt, dan kun je dat ook zien. Dat alleen echt voor paard en anderenarbeid is. Oké. Okay. En is dat vrij uniek in Nederland of zijn er meer van die musea's? Er zijn wel meer van deze musea's, maar alleen de meeste musea's die hebben er andere dingen bij. Oké. Okay. En wij hebben hier gezegd van paard en handenarbeid en dan houdt het gewoon op. Oké, okay, exclusief dus. Ja, okay, exclusief. Ja. En dit loopt ongeveer vanaf 1900 tot 1950 ongeveer. Oké, 15 jaar geschiedenis zeg maar, ja, van landbouwwerktuigen. Ja. Oké. Okay. En je ziet hier ook van allerlei werktuigen, als je er doorheen loopt, ja, van klein tot groot. Ja, het is vrij professioneel opgezet, is mijn eerste indruk als ik hier zo binnenkom. Ja, dat had ik niet verwacht, ik denk ja. Ja. Maar toen we dus hier mee bezig waren met, ja, met de inrichting, ja, toen hebben we er eentje erbij gehad die de puntjes wat op de i gezet heeft. Alleen het grondbeginsel, dat hebben we helemaal zelf gedaan. Ja, oké, dus het is nu klaar en u zegt we zijn al 2 jaar open. Met de corona zijn jullie een tijdje dicht geweest, ja, neem ik aan. Ja. Sinds een paar weken weer opnieuw open. Ja. En de bezoekers die komen weer, nog wel mondjesmaat, maar ja, goed, de groepen die pakken we op dit moment nog niet. Nee. Daar wachten we tot september zoals het nu lijkt. Ja. En dan hoop ik dat we ook weer groepen kunnen ontvangen, okay, ook op andere dagen. En wie zijn die mensen? Waar komen die mensen vandaan? Want over wat voor aantallen spreken we dan? Nou, op jaarbasis bedoel ik. En we hadden vorig jaar in totaal, hier zijn we 1700 bezoekers. Zo, en waren jullie daar blij mee? Of, ja, zeker. Boven zeker alle verwachtingen eventueel? Ja, eigenlijk wel. Ja? Eigenlijk wel. Oké. Okay. Want we zijn nu alleen nog op de zaterdag open. Ja. Groepen kan ook op andere dagen, dan gaat dan allemaal op afspraak. Op afspraak, ja. Ja. Oké, okay, dus al bij al boven verwachting, als ik het zo goed begrijp. Ja, want als je zoiets opstaat, van ja, hoe loopt het? Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, want ja, Dedemsvaart is nu niet echt het centrum van musea en allerlei belangrijke bezienswaardigheden, toch? Ja. Wat we nu op het moment wel weten, ja, dat men hier in Dedemsvaart ontzettend blij is dat we hier met dit landbouwmuseum zitten. Ja. Het is wel een van de trekpleisters geworden voor Dedemsvaart. Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi. Hebben dus ook heel veel groepen die dus, ja, uit de regio komen, ook uit Dedemsvaart zelf, maar ook uit de regio. Maar ook uit, dat was toch voor de corona, dat was in februari, hadden we nog een groep die kwamen uit Noord-Holland. Ja. Die zaten hier met carnaval. Oké. Okay. In Lutten. Ja. Nee, die hebben hier ook bij ons in het museum geweest. Ja. En wat zijn jullie pronkstukken, om het zo te zeggen? Waar bent u amper trots op dat u dat in het bezit hebt in het museum? Ja, eigenlijk zijn het allemaal pronkstukken. Oh ja, vrij exclusief? Nou nee. Niet exclusief, maar wel... Nou nee, niet dat ik zeg, dat is heel bijzonder. Nee. Eigenlijk vind ik alle dingen wat hier staat bijzonder. Oké. Okay. Ja, ik kan me voorstellen dat het met name oudere mensen zijn die komen kijken, die weer een beetje, die eventueel wat nostalgie, jeugdsentiment terug willen zien. Of zijn het ook jonge mensen die geïnteresseerd zijn in... Als het gaat naar de leeftijd, ja, om zo te zeggen, we kregen hier vanaf 4, 5 jaar tot de opa en oma van 95. Dus het is een gevarieerd gemiddeld? Ja, het is heel gevarieerd en met name de oudere generatie. Dat kunt u ook zien aan dit museum. Het is ruim een paard in. Ja. Mensen slechte benen met rolstoelen. Met rolstoelen en zo, ja. Dat kan allemaal. Ja, dus daar hebben jullie aan gedacht. Oké, nou dan. Sinds kort is er ook nog iets bijgekomen, heb ik begrepen. Hè? Of sinds kort, een tijdje geleden, een brouwerij. Of ja, dat staat toch niet los, of staat dat helemaal los van het museum? Nou, ik zeg altijd voor de bezoekers die hier naartoe komen, met name als ze bellen voor afspraken. We hebben hier, hier zo 3 onderdelen. De eerste plaats is vooraan de graaninstallatie van de vroeger. Die kan ook nog lopen. Dan kun je zien hoe de graan binnenkomt en verwerkt wordt. Het complete proces, zeg maar. Ja, het complete verwerkingsproces. Ja. Dan hebben we hier een bierbrouwerij in zitten en het landbouwmuseum. Oké. En bij de bierbrouwerij is zo, daar kan men ook naartoe met een groep, maar dat gaat op afspraak. En dan kun je ook een proeverij doen en de mogelijkheid van een arrangement kan ook. Kijk aan, oké. Nou, voor degenen die meer willen weten zou ik zeggen afspraak maken om, of op zaterdag is het open van 10 tot 5. Tot 5. Okay. Dan zijn we gewoon, dan kan iedereen binnenkomen lopen. Ja. En wat moet u betalen om binnen te komen? 5 euro. 5 euro. Ja. En dan kunt u zo lang blijven als u wilt? Ja, nou. We hebben hier ook een dvd lopen. Ja. Van, die is gemaakt in 1953, in opdracht van het ministerie door de boerderij. Ja. En daar zie je een hele goede weergave hoe men vroeger leefde, woonde en werkte. Oké. En die dvd die duurt ongeveer 50 minuten. We hebben hier bezoekers die komen binnen die zeggen, ah, we gaan even naar de dvd kijken. Maar die kijken hem helemaal af. Oké, dus nou. Het geeft gewoon aan. Dat het aanslaat. Ja, blijkbaar. Ja. Dus, en jullie zijn aan de Langewijk, is dat? Langewijk 240B. Oké, voor degene die eventueel... En op internet is er natuurlijk ook van. Ja, als je op internet kijkt, je kijkt in het Landbouwmuseum Dedemsvaart, dan kom je hier al terecht. Er is zelfs een film te zien van 50 minuten, uit de jaren 50. Hoe dan? De landbouw. Dat is een mooi dingetje. Gestimuleerd. Zeker. Ja, ja, maar dat is een mooi ding. Oh, is dat veel veranderd is. Zoveel is. Dat is een van de tractoren die in 1953 in het kader van de Marshallhulp naar Nederland gevormd is. Oké, want voor die tijd werd dus met paarden, denk ik? Ja. En de ministerie stimuleerde dat? Ja. En dan kregen boeren eventueel subsidie ook nog, denk ik? Ja, want in het kader van de Marshallhulp, daar is heel veel geld in gestoken. Ja, oké. En deze rekken die in het kader van de Marshallhulp gekomen en ook de machines. Oké. Dus en dat heeft de economie een behoorlijke impuls gegeven waarschijnlijk? Ja. Huh? Nou, in 1953, daarom als je naar dit museum kijkt, vanaf 1900 tot 1955. Daar zie je de overgang van een paard naar de tractor. Ja. Met de mechanisatie. Ja, dat was een behoorlijke vooruitgang. Ook de kunstmest. Dat hebt u waarschijnlijk ook meegemaakt, de kunstmest, de opkomst van de kunstmest. Ja. Het was waar ik geboren ben. Dat was in, mijn vader heeft toen de grond gekocht, de heidegrond. Ja. Die grond zelf ontwikkeld. Ja. Klaargemaakt. We hebben in 50 jaar een ruilverkaveling gehad. En vanaf dat moment kregen wij ook elektriciteit en waterleiding. Dus, jongen. Ja. En ik heb vanaf mijn jeugd eigenlijk altijd al meegedaan, of volledig meegedaan op het boerenbedrijf. Hoe was het leven toen? Harde werken, sober leven? Ja, nee, het was hard werken, maar je was tevreden. Okay. Dat is ook belangrijk, misschien wel het belangrijkste. Ik zeg verschillende mensen hier zo, ik zeg, s'avonds als ik de moe was, kon ik slapen. Ja, ja, ja. Vandaag aan de dag liggen de mensen in bed en dan schiet die in één keer overeind. Oh, ik heb dat vergeten. En dan vliegen ze bed uit, want ik moet nog even niet op. Ja, het zit wat in, het zit wat in. Oké, ja. Het had ook zijn charmes die tijd, zeg maar. Ja. Oké.